afgelopen week, of dinsdag zeker goed nagekaart op de wedstrijd. Ik denk dat we anderhalf uur samen hebben gezeten en toch wel een goed gesprek gehad. Eerlijk geweest naar elkaar, dat we ook een beetje strenger mogen zijn soms voor elkaar. En vandaag was eigenlijk de ideale wedstrijd om dat te tonen, om daar revanche voor te nemen. Ik denk, als je ziet, het stadion zat vol, de sfeer was schitterend. En dan kan je als speler, als team, net dat tikkeltje extra. En dan is het net mooi dat je in die wedstrijd eigenlijk je revanche neemt en dat je publiek achter je krijgt. Ja, trek je dan ook op? Merk je er iets van in het voor? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, als je heel die kant alleen maar rechts al zag, is dat gewoon een bom vol. Ja, schitterend goed. Ja, en dan tegen je oude clubje? Ja, inderdaad. Het was de eerste keer dat ik tegen een ex-club van mij speelde. Ja, dat geeft dan iets extra. Ik bedoel, ik ken bepaalde trainer nog en de technische staf volledig nog. Bepaalde jongens daar ook wel goed contact mee heb gehad. Dus ik heb 5 jaar daar gezeten, een hele mooie tijd gehad. Nu zit ik bij het rivaal, maar dat smaakt wel goed, moet ik zeggen. Ja, dat is natuurlijk uniek, zo'n wedstrijd. Kijk, beide supportersgroepen hebben er lang op gewacht. Ik denk dat het mooier was geweest als het in de Eredivisie was geweest. Maar in dit geval hebben we het winnen kunnen afsluiten en dat het publiek hier heel blij mee is. Ja, het was echt lekker gevoetbald daar links. We zaten lekker te tikken. En, ik zat al een tijdje te wachten, dus ik hoopte, ik had wel bedacht van als ik hem krijg, dan draai ik gewoon open. En dan probeer ik hem ver hoek te schieten. Nou ja, dat lukte wel lekker. Ja, en die ontlading bij jou was enorm. Ja, ik denk veel publiek natuurlijk, dus ja, nu kan ik een keertje, dat gebeurt niet vaak, nu kan ik een keertje langs het publiek rennen. Dat je zelf wil blijven en dat het publiek wil blijven, ja, dan pik ik even mee, denk ik. We hadden ook afgesproken van de eerste 10 minuten vol erop te gaan. Het publiek kan er meteen achter zitten en dan kan je net dat tikkeltje meer. En, ja, de doelpunten, moet ik eerlijk zeggen, vallen ook op de juiste momenten. En, de tweede helft hadden we iets moeilijker, dus eigenlijk iets meer opportunistisch spelen. En wij kwamen in de omschakeling, maakten we allemaal de verkeerde keuze, waardoor we vrij snel balverlies hadden en dan toch weer de druk kregen. Dus we hebben wel wat mogelijkheden gekregen. Wij ook, denk ik, voor de 3-0 nog te maken. Maar dan is het wel mooi dat je ook eens de 0 houdt en dat je dan toch 2-0 wint. Nee, ja, je wil natuurlijk sowieso de 3-0 maken. En dat is duidelijk. Dan is de wedstrijd echt klaar. Zeker zo thuis. Dus dat hoop je natuurlijk wel op. Alleen je moet natuurlijk wel zo volwassen zijn dat je als back bijvoorbeeld of als middenvelder in ieder geval de controle houdt bij een aanval. Dus je gaat toch iets summeren om met je mogelijkheden om naar voren te gaan. Dus ja, dat is een keuze. Dus ja, in dit geval is 2-0 dan toch voldoende. En het ging ook wel aardig in goede kaart. Ja, dat ook, ja. Maar goed, daar moet ik zelf niet te veel over zeggen. Ik heb voor 2 weken geleden ook een rode kaart gepakt. Maar, ja, het klopt. Ik denk dat we daar onze lessen uit getrokken hebben. En dat we dat in de toekomst wel beter kunnen en moeten aanpakken.